jongens, ik ben weer Dennis, aka Deske. En vandaag hebben we een nieuwe episode van Road to Life Minigun. En toevallig heb ik hiervoor al een match gespeeld in deze lobby die je nu op het moment kan zien. En het was 27-4. Ik heb besloten om deze video niet te gebruiken als episode. Want het was enorm saai. Het was op die map Seeds, die is veel te groot. Ik heb echt gewoon een paar minuten lang rond zitten lopen. Ik kwam niemand tegen. Wel heb ik een minigun gehaald. Ik had er 5 kills mee. En ik had de final kill cam. Dat is dan wel weer iets dat ik eigenlijk had moeten recorden. Omdat ik voor de rest eigenlijk in alle andere episodes dat ik in één keer heb kunnen halen. 5 kills of in ieder geval meer dan 1. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik vond het zo'n saaie gameplay dat ik dacht van weet je wat. Fuck it. Ik ga gewoon nog een keer doen. Dus dit is episode 8. En we spelen dit keer Domination op Warhawk. Warhawk is sowieso al wat beter als Seeds. Seeds is gewoon te groot. We hadden triple cap, die enemies gingen de vlag ineens cappen, zo saai was het. En fuck it, ik had er gewoon helemaal geen zin om dat te uploaden. Dus we gaan het nou gewoon op Seeds proberen. En trouwens, je ziet mijn classes, overal staat CV. Deze dan hoort er eigenlijk niet te staan. In ieder geval, CV staat voor clan versus clan. Die gebruik ik eigenlijk voor clan versus clan, een soort van competitive class zijn dan. Alleen deze heb ik eventjes aangepast voor dit. En zoals je ziet, ik heb een andere camo erop. Dit is War of camo of zo. Ik weet niet eens meer. Maar deze camo die krijg je alleen voor clan versus clan. Als jij in een divisie hoger dan gold eindigt. En ik kwam in diamond. Nee, sorry, in platinum. En volgens mij als je meerdere keren in diamond komt. Nee, sorry. Als je meerdere keren in platinum komt, kom je in diamond. Maar ik ben nog maar één keer in platinum gekomen. Want ik heb daar niet mee gespeeld. Oké, we hebben gelijk een double kill. En dit wapen beviel me de vorige keer zo goed. Ik speelde toen op Strike Zone. Ik had iets van 50 kills zo. Als ik het goed heb. En, oh shit, er zit hier ook eentje. En ze komen sowieso naar A toe. Want ik hoorde net al eentje hier lopen. Deze kant op. Jezus Christus, gaan die mensen nog terugschieten? Dat hoeft niet hoor, maar vraag me. Oh, trouwens, ik heb geen ballistic vest. Nee, verkeerde timing. Verkeerde timing. Als ik hem heb. Holy shit! Holy shit, oké, dit is officieel. Ik speel tegen fucking noobs. Dit is officieel, ik moet even rennen. Holy shit. In ieder geval, ik heb geen ballistic vest meer, want heel veel mensen zeiden, nee, doe toch maar weer niet. Dus ja, oké, dan haal ik het gewoon weer af. Hoe simpel is het? En we hebben de Elsat. Oh, ik snap nog steeds niet hoe ik de kill van net heb kunnen maken. Komt waarschijnlijk. Oh, shit. Dit denk ik dat ik hier om de hoek. Hopelijk zien mensen die niet staan als ze daar aankomen lopen, sowieso. Ik moet die weg, maar we hebben weer triple cap. Wat is dat in dit spel? Constant triple cap. Zelfs nog een team met die 1-6 staat. En nog hebben we gewoon een triple cap. Ik wou het raam springen, maar ik vertrouw dat niet. Was dat nou? Daar was het. Denk ik geen enemy. Want daar zit een teammate. Dus dat zal wel niet. Oké, we gaan er vandoor. Want dit is echt geen zak aan. Dus ik ben blij. Zitten enemies rechts en zitten links. Is die teammate. Shit. Ik kan zeggen als die teammate aan de ene kant doet. Nee. Hij gaat leanen. Ik moet er echt een keer uitzetten. Ik weet dat het uitgezet kan worden. Maar ja, niemand zet dat uit. Dat is echt een kut timing. Let's go. Ja, nou gaan ze eens allemaal cappen en gek doen. Ja, nou word ik nog in mijn rug genaaid ook. Oh, zo'n camper. Holy fuck. Wat is dit? Net allemaal triple cappen en nou hebben zij ineens bijna 2 vlaggen. De timing is zo niet eerlijk. Als ik gewoon naar binnen had blijven staan bij mijn Elsat, stond ik nou gewoon 15-0 of zo. Oh shit. Naar binnen, 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 binnen. Weg hier. Vertrekken. Oké, mooi. Daar zit hij. Oh, daar zit gewoon iemand. Hij zat de vlag niet te cappen, dus ik zag hem niet liggen. Oh, hallo. Ik weet niet waarom. Normaal knife kijken, helemaal niet zo snel, maar ik probeer dat wel een beetje te doen. Ik heb mijn button layout op tactical staan, dus je kunt niet heel snel knife zoals sommige mensen kunnen. En ze hebben een attack heli. Of hoe de ding op precies heet. Ik noem het altijd gewoon een attack heli. Ik zag hem best wel laat, maakt het maar niet uit. En alsjeblieft, schiet niet op mij. Ik ben het niet waard. Oh, fuck. Ik ben nog gehit ook. Oh shit, enemy hier. Kom hier. Kom hier. Niet zo snel. Hè. Ik ben ook bezig met die ghillie suit. Maar volgens mij had ik dat al een keer gezegd. Ik wil ook een ultieme klootzak zijn. Dan moet ik ook een ghillie suit hebben. Ik zweer het, dat helpt echt. Je bent niet eens te zien, man. Echt gewoon bijna nooit. Ik dacht even dat ik iemand weg zou lopen. Maar daar zat een teammate. Dus dat zal al niet. Anders liep je de teammate voorbij. En dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Oh, fuck, een hond! Ik dacht gewoon dat ik neergeschoten werd. Die honden zijn echt gewoon. Kijk dit! Hoppakee, hoppakee. Die zie je niet eens aankomen, joh. Kutbeesten. Ik had hem kunnen hebben, ik had een shotgun. Trouwens, nee, ik had hem nooit kunnen hebben, want dan krijg je nog een hitmarker op ook. Waarschijnlijk. Call of Duty kennen. Ik krijg sowieso een hitmarker. Met snipers krijg je er ook 2, dus waarom niet met Danny? Remington, er zit. Is dat een muzzle break of niet? Volgens mij is dat een muzzle break.
Ik moet nog 3 kills met flash suppressor krijgen voor de challenge. En ik weet mijn god niet hoe ik aan 127 kills kom, want die challenge is bij 130. Maar ik heb ze ooit gemaakt, dus waarschijnlijk ooit mijn opgepakte wapens en al die shit. Maar ik zie niet echt het nut in van de flash suppressor. En hij staat op burst. Altijd fijn dat je er van tevoren te zien krijgt. Maar niet heus. En ik bewaar nog heel eventjes die ammo crate. Gewoon omdat het kan. Zag ik er iemand? Dit ding is best wel nice. Even serieus. Maar die wapens uit die ammo crate zijn volgens mij altijd veel beter als... als gewone wapens die je zelf kan maken. Omdat er altijd meerdere attachments op zitten. Misschien is... Ah, oh, kut. Misschien zat hier ook nog wel grip op. Dat weet ik niet. En die Belgian Dynamite met lime... Ah, oh, hij stond al te aimen. Hij wist al dat ik erop kwam. Dammit. Die kerel wordt echt mijn nemesis. Die heeft mij iedere keer nog gehad. De vorige match zat hij in mijn team, dus dat was wel iets handiger. En we krijgen een shotgun. Daar zit ik ook niet echt op te wachten. Dan heb ik helemaal geen range. Ga ik sowieso dat ik nog één keer dood, omdat ik dus geen range heb. Maar ja. Oké, er zit iemand achter die auto te campen. Die kan ik dus niet challengen met dit ding. Ik heb nu al bijna evenveel kills als net in de hele match. En ik ben nu op z'n halfwege. Oké, dat gaat het niet worden. Die range is echt te weinig. Come on, alsjeblieft, heb geen hond. Heb geen hond. Hoppakee. Oh, vet die hond. Lol. Nee, enemy zat. Oh, dat was ons team. Ik wou zeggen, zit een enemy nou te cappen? Maar dat was het niet. En net slide ik trouwens een enemy voorbij daar. Maar ik dacht van, ik heb geen range. Ik ga er niet uitdagen. Oké, die keer heeft mij al gezien. Waarom heb ik echt iedere keer van die wapens die ik niet op dat moment kan gebruiken? Oké, alsjeblieft. Nou ga ik gewoon rennen. Ik heb bullshit. Echt gewoon schijt. Bullshit. Ah, nee. Wow, camper alert. Hij zat te cappen, dus moet kunnen. Ook gewoon teruglopen, maakt niet uit. Gewoon doen. Nee, joh, zit helemaal schieten. Dat kan helemaal geen kwaad. Oké, dan ben ik fuck. Zit er eentje. Teammate heeft hem niet. Waar zit die enemy dan? Oh, hij heeft hem geknifed. Nevermind. Hij heeft hem netjes. Goed bezig, jongen. Goed bezig. En hij is dood. Wat een timing. Hey, hallo. We hebben hem weer. We gaan nou dus gewoon voor de 10 kills met de minigun. Dat moet eigenlijk echt een challenge worden. Ja, ons echte doel met deze serie is toch indirect wel een campstrike halen met dit natuurlijk, hè. Hoppakee. Oké, dat ding kan ik dus... Oh jawel, ik wou zeggen... Normaal gezien ga ik altijd liggen, dus dan kan ik dat ding knifen, maar bukken kan ook. Waarom ga ik nou eigenlijk altijd liggen? Hoppakee, we hebben al 3 kills. Ik wil gewoon meer dan 5 kills. Omdat ik de vorige keer 5 kills had. Daarboven zit er eentje. Waarschijnlijk komt hij wel. Ja, hij wil wel. Maar hij komt alleen niet. Bitch. Oké. Je bent best snel. Oh shit. Je bent best snel met de ding. Hé jongen, hoe voelt het nou om door een minigun doodgeschoten te worden? En volgens mij zag ik een ID boven liggen. Nee, shit. Hij begon al te schieten. Waarom liep ik door? Ik zat helemaal niet op te letten. Oh mijn god. We begonnen aan te schieten. Deze is een spastisch trekje. Hier, nou heb ik gewoon al meer kills dan die vorige match. Ook had ik de vorige keer wel minder dead. Maar waarom krijg ik weer een shotgun? Dat is echt iets wat je niet wil hebben op een map als deze. En alsjeblieft zeg dat ik jou kan killen zonder dat je mij door hebt. Oké, dat was de stormstrike. Haha, wat jij? Oeh, nice. Light machine gun. Oh, what the fuck? Die teammate zat gewoon binnen. Ik heb die teammate serieus gered. Als ik niet had geschoten, was die kerel doorgelopen. Sowieso. Dat wist ik. Dat was gewoon niet per ongeluk. Dat wist ik. Dat was heel de achterliggende gedachte. Ja, daar zit ook iemand te campen, waarschijnlijk met de lime machine gun. Ik heb wel 30 kills, maar we zijn pas op de helft, dus dat kan nog wel. Ik vind dat deze match best lang duurt eigenlijk. Waarschijnlijk omdat mijn vorige match zo kort was. En, hopelijk werkt dit. Hij zit er nog steeds, ik zag het op de minimap dus. Oh yes, oh yes. Nee, waarom draaide hij om? Hij ging liggen. Ik wist niet dat hij daar... Ah, hij wou daar gaan liggen, kijk maar. Nee, hij ging bukken. Ik dacht dat hij ging liggen. Hij is zo'n geluk met zijn timing, hè. Waar ligt mijn ammo crate? Oh, die ligt daar boven in dat ding. In dat postding. Postsorteerhok. Weet ik hoe je het wil noemen. We gaan voor de 40 kills. En minder dan 10 deaths, want 10 deaths is lelijk. Dat moet in principe lukken met dit wapen. Yep. In mijn rug hoor ik iemand. Ik hoorde hem. Nee, best wel ammo eigenlijk, hè, die vapper. 42, is de extra max? Denk het wel. Let's go. Gewoon doorlopen, maakt hem niet uit, niet knife up. Oké.
Oké, niet handig. Slecht timing. Slecht timing. Nee, ik kon dat weer echt. Ik ben zo slecht. Ga ik op twee mensen schieten welke ik kogels meer heb, man. Ik dacht dat ik net geladen had. Ik ben zo slecht met die voorbereidingen. Ik ren er gewoon op af. Ik had er gewoon een fucking triple kill kunnen maken. Als ik raak schoot en geen drie kogels over had ofzo. Een keer als ik ging net achter dat ding zit, dacht ik krat en wauw. We gaan daar ook echt sowieso nog 30 keer dood. 40 keer. 50 keer dood. 60 keer dood. Als ik 60 keer dood ga, dan echt, dan maak ik een einde aan mijn leven. Dat heb ik nooit gehad, Call of Duty. Want zelfs dan race quit ik ook hoor. Als ik 40 dead zou krijgen. Nee, dat gaat niet eens gebeuren. Weer een ammo crate. Dus even kijken waar in mijn ammo crate zit. Oh serieus, als ik nou 40 kills heb, kan ik makkelijk 60 kills halen, zou je zeggen, in een match als deze. En we zijn pas net bezig, man. Oh, die timer heb je ook nog altijd, hè. Was dat die timer? Dat kan ik niet zien. Oké, dit is ook niet verkeerd. Waar werd daar vandaan geschoten? Nee! Nou, ga ik dood, die teammate. Ze schoten allemaal op die teammate. Moet je kijken. Ze schieten allemaal op die teammate. En dan die teammate loopt gewoon weg. Oh, dat was fucking bad. Geef maar mijn ammo. Mijn wapens. Nou heb ik gewoon 10 deaths. Nou ben ik mad. Nou word ik chagrijnig. Zolang ik nog mijn 3.0 KD heb, dan maakt het me eigenlijk altijd heel weinig uit. Want ik speel ook clan versus clan. Ik heb mijn KD weer koud naar mijn laag. Dus als je dat doet, dan moet je gewoon scheid hebben aan KD. En ze zit op C. Maar we worden gewoon triple cap. Maar dat vind ik helemaal niet zo erg, want dat duurt de mest langer. En die Sentry Gun die staat er ook nog steeds. Het gaat helemaal fout, jongens. Het gaat helemaal fout. Zullen we naar C toe gaan? Ik weet nou helemaal niet waar ik naar heen moet. We willen gewoon echt van alle kanten gewoon genaaid worden. Nou, team is aan Sint cappen. Daar loopt iemand met de lime machine gun. Nee, waarom zijn jullie fucking snel? Hij is mijn kill, hij is mijn kill. God! Oké, daar krijg je ervan, hè. Daar heb je dan. Dit ding is best wel goed, volgens mij. Lime machine gun staat sowieso best wel goed, maar ik ben zo fucked up traag mee. Oké, hopelijk. Er lopen er hier twee. Waarom loop ik dan? Ik heb echt heel last van mijn neus als ik zo'n beetje... help me al gezien. Waarom loop ik nou zo stom erop af, jongen? Ik moet echt aimend en alles erop aflopen. Omdat ik weet dat ze er zijn. Maar het feit is dat ik zo traag met die lime machine guns, dat ik daar helemaal geen zin in heb. Oké, dat gaan we niet doen. Oh, fuck. Ik zit hier niet in Irak. Jezus, allemaal granaten, explosies, alles. Holy fuck. Oké, we gaan toch wel... voor de 4.0 dan. Hoppakee. Ja, ga mijn knife maar niet uit. Nee, doe maar. Ik ga echt alleen maar dood. Dat is echt een kut, mensen. Ik begon zo lekker. Eigenlijk helemaal niet heel erg. Doe maar. Die kill had veel koos nodig ook. Nee. Liggen. En als ik zeg liggen, dan ga je liggen. En jij ook weg. Oh, wacht. Ik pak een wapen op. Dat moet ik niet doen. Ik zit vast. Ik ga even kijken waar je ook zit. Ik ga gewoon cheaten. Ik heb scheid. Nee, even snel die ammo crate gooien. Laat zien wat er in mijn ammo crate zit. Shotgun, maybe. Ja. Oké, fuck dit. Ik krijg weer echt dit ding. Wat ik gewoon niet wil hebben. Fuck jou, ik ga iedereen knijven. Waar zitten ze? Hier nog iemand? Kan ik knijven van dichtbij? Dit ding is gewoon te bad. Dit ding is gewoon te slecht. Hoppakee, fuck jou, Belg. Oké, ik heb niks tegen Belgen, maar dat was gewoon grappig. Omdat hij Belgian heet, dan fuck hem. En die was best wel nice. En daar zat iemand. Even kijken wat in M-crate zit nou. Vepper. Nee, die Vepper hebben we al vaker gehad. Dit ding gaat sowieso daar kapot. Want dat is gewoon een plek waar heel veel mensen erin lopen. Dus je moet hem nooit eigenlijk in die route zetten. Maar ja, ik heb scheid op den duur. Vooral met een score als dit. Zoveel dood. Zoveel dood. En enemies staan binnen. En ik gooi nog een ding neer. En we zullen erin zitten. Ik heb geen flauw idee, want ik kan het niet meer zien. Komt er even rechts. Alsjeblieft, zeg dat het naar buiten loopt. Zeg dat naar buiten loopt. Nee, kom wachten. Nee! 53-12. Best veel kills voor deze map. Maar volgens mij duurde deze match best wel lang. Ja, we hebben verloren, jongens. Ik ga niet objecten spelen. We hebben ook nog 5 andere mensen die daar voor mij kunnen doen. Ik heb teammates die zo wat AFK staan. 7 om 27. Dus ik vind het niet gek dat die enemies dan ook weer hun streak halen of wat dan ook. In ieder geval, ik hoop dat ze het leuk vonden. Wat heb ik voor KD? Even kijken. 12, 24, 36, 48. Nou, sowieso bode 4.0. Dus dan maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit. Zeker niet voor series dit. Dus ik hoop dat ze het leuk vonden. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.